Welkom bij Leeuwarden Actueel van maandag 21 maart 2011. Afgelopen weekend sloten studenten van Stenden University de week zonder stroom af. In het kader van de landelijke actie De Gekste Dag probeerden de studenten een week lang in een huis in de Hollanderwijk te overleven zonder stroom en gas. Ze voerden allerlei opdrachten uit om geld op te halen voor 4 goede doelen in Nederland, te weten Alzheimer Nederland, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en Nationaal Ouderenfonds. Misschien per ongeluk, mijn wasmachine ging stuk. Maar ik had er geen erg in, want die dame kreeg steeds meer zin. Oh, misschien per ongeluk, mijn wasmachine ging stuk. Maar ik had er geen erg in, want die dame zei: hey, doe doe! Kleine wasjes, grote wasjes, stop ze in je wasmachine, laat maar lekker draaien. Geen verrinden, wasmachine. Kleine wasjes, grote wasjes, stop ze in je wasmachine, laat maar lekker draaien. Geen verrinden, wasmachine. Vandaag is vrijdag. Vandaag doen we de was voor heel de buurt. We mogen natuurlijk niet met stroom werken. We zitten een week lang al opgesloten in huis zonder elektriciteit. En vandaag gaan we hier midden op de Hollanderstraat gaan we alle gekleurde was van heel de buurt wassen. Daar gaan we. Top! Ik denk dat ze dat vroeger ongeveer ook op deze manier deden. Sugar, 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 patty, 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 patty. Een beetje wasverzachter alsjeblieft. Sugar, 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 patty, 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 patty. Tjoklong, 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 tjoklong. Sha, 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 sha. Sism, 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 sinning. We hebben een hele hoop, echt een hele hoop was gedaan. We hebben het er warm van gekregen. Ja, inderdaad. En we zijn nu best wel een beetje moe. Hoe lang moeten we nog doorgaan, man? Nou, we gaan dadelijk alles ophangen om te drogen en zo. En dan vinden we het wel weer leuk geweest. Ja. Binnenkort kunt u kijken naar een uitgebreid verslag van deze week zonder stroom. Het is eigenlijk vrouwenwerk. Cambuur deed gistermiddag uitstekende zaken met betrekking tot het halen van de play-offs door directe concurrent Go Ahead Eagles met 4-3 te verslaan, waardoor Cambuur nu op de 5e plaats staat. Het was een enerverende wedstrijd waarin Cambuur al snel met 0-2 achter stond, maar daarna sterk terugkwam. Na een half uur werd Van Diermen van Go Ahead uit het veld gestuurd en in blessuretijd moest ook nog Joep van den Ouweland van het veld. Koen van de Biezen maakte de 3 doelpunten voor Go Ahead en voor Cambuur scoorden Luyrink, Prent en Mark de Vries, die met zijn 2e doelpunt matchwinnaar werd. Na afloop van de wedstrijd had verslaggever Wiebe Woudstra een gesprek met Mark de Vries. Mark de Vries, dat is 2 wedstrijden, 5 goals. Hij is terug. 6 goals, was zijn eigen goal. Ook nog, ja. Nee, ja, gelukkig. Ik kan scoren doordat de jongens van het team mij die mogelijkheid geven om te scoren. Dus ik moet hun bedanken. En, ja,
dat is het. Het was een Engelse wedstrijd met enorm veel inzet. En ik heb me verbaasd dat jij 90 minuten lang aan het trekken, aan het duwen, aan het afschermen was. Verbaasd? Oh ja, ja. Ik heb je dit seizoen veel blessures zien krijgen. En dan denk je van nou, en dat zou je ook logisch vinden, van ja, komt het nog wel weer goed met Mark de Vries. Maar ja, ik zag toch de Mark de Vries van vorig seizoen weer. Ik ben redelijk fit aan het worden, ja, dat is wel zo. Maar ik ben nog steeds niet helemaal fit. En als je goed hebt gekeken, dan heb je gezien dat de laatste 20 minuten toch wel redelijk moe wordt. Maar ja, dan kan je, omdat je geen blessures hebt, kan je het gewoon uitspelen. En op de momenten dat je echt moet ja, dan toch nog doorgaan. En, ik ben blij dat ik weer 90 minuten heb kunnen spelen. Jij bent erg gevoelig voor de sfeer in een team. Jij ziet dat goed, je hebt die ervaring. Heb ik het mis als ik zeg dat Cambuur ja, toch weer een team aan het worden is? Nou ja, daar heb ik niet mis. Nee, maar ik denk dat we allemaal hetzelfde doel hebben. En dat we allemaal die play-offs willen halen. En ja, dan moet je wedstrijden voor winnen. En dan moet je alles voor geven. En dat doen we met z'n allen. Ik denk ook dat het er zo uitziet voor de supporters. Voor de mensen die komen kijken. Ik denk dat ze wel laten zien dat we er plezier in hebben. Ik las deze week dat jij je zo thuis voelt. Je wil ook naar je carrière hier wel verder. Nou ja, kijk, iedereen weet dat ik 35 ben ondertussen. Ik heb hier nog 1 jaar contract. En kijk, als ik fit blijf, dan weet ik niet wat er gebeurt. Maar als ik nog zo'n seizoen als dit haal met die blessures, ja, dan wordt het wel moeilijk om nog een contract af te kunnen dwingen. Dat weet ik zelf ook wel. Maar als ik fit blijf, dan zie ik het wel. Maar ik wil niet te veel over volgend seizoen praten, want we zitten nu hier. Maar kijk, ik heb het heel goed naar mijn zin bij deze club. En, ze zoeken nog een directeur. Nou ja, wie weet. Ooit een keertje. Nou, kijk, het zijn dingen die erbij horen. En als je op deze leeftijd komt, dan moet je over dat soort dingen gaan nadenken. En ik heb heel goed gevoel bij deze club. En ik hoop dat ze het ook bij mij hebben. En als ik hier iets anders zou kunnen doen, uiteindelijk, nou, wie weet. We zullen zien wat er dan vrij is. Of wat er gecreëerd zou kunnen worden. En dan zien we het vanzelf wel. Maar dat ik bij Cambuur wil blijven, op welke manier dan ook, dat is heel duidelijk. En nog tot slot 1 ding. Waarom twitteren we niet meer? Nou, omdat ik eigenlijk helemaal gek word van dat ding. ik vind het wel heel leuk. Ik kijk nog wel af en toe gewoon eventjes in mijn timeline. Maar ik ben bang dat als ik ga beginnen om daar weer mee door te gaan, dat ik weer elke keer aan die telefoon zit. En ja, ik word er een beetje gek van eigenlijk. Maar ik vind het wel een heel leuk medium. Maar eigenlijk zou je er niet te veel aan moeten doen. Omdat je, kijk, je wordt gevolgd door mensen. En en je volgt zelf ook mensen natuurlijk. En als je op alles gaat reageren, dan heb je geen leven meer. Maar ik vind het wel heel leuk om naar te kijken. Op de spottersplek bij Jelsum stonden zondagmiddag vele luchtvaartfanaten om een Russische Ilyushin 76 binnen te zien komen. Even over 3 landde het grote transporttoestel op de Leeuwarden vliegbasis. Het vliegtuig brengt vandaag een linkshelikopter naar Djibouti. Deze helikopter is bestemd voor marinefregat MS Tromp in de Golf van Aden. Dat schip raakte een helikopter kwijt tijdens een evacuatiemissie in Libië. De bemanningsleden die deze actie uitvoerden werden 12 dagen vastgehouden in Libië door kolonel Gaddafi. Martin Salenbrouwer, ook bekend onder de naam Manaori, is op dit moment druk bezig met het vouwen van kraanvogeltjes om op die manier te laten weten dat hij meeleeft met de slachtoffers van de ramp in Japan. Salenbrouwer is diverse malen in Japan geweest in verband met projecten aldaar en is sinds kort weer terug in Leeuwarden. Mercurius ging bij hem op bezoek. Wat een 1000 kraanvogels vouwen voor Japan. Waar komt dit initiatief vandaan? Ik heb vorige week contact gehad met het Japan Museum, het Siepholthuis in Leiden. En die zijn met deze actie begonnen. Ik had zo van ja, dat moeten we samen doen. Ik ben zelf al jaren bezig met de kraanvogel en met het vouwen voor kraanvogeltjes voor Hiroshima. Ik denk nu moeten we gewoon met z'n allen kraanvogeltjes gaan vouwen voor Japan. Ja, want wat is precies de symboliek van deze kraanvogels voor de mensen die het nog niet weten? Nou, de kraanvogel staat symbool voor liefde, vrede en gezondheid. Maar als je persoonlijk 1000 vogeltjes vouwt, dan mag je ook een wens doen. En ik denk dat we nu een heel grote wens hebben dat het met de mensen in Japan weer goed mag gaan.
Want de Japanners krijgen het aardig voor de kiezen. Jij vouwde ze al voor Hiroshima. Nou ja, die stad heeft het nog altijd te maken met de kernaanval die er toen geweest is. En nu weer. Ja, dat klopt. Ik ben vorig jaar naar Hiroshima geweest. En dan kom je natuurlijk allemaal mensen tegen die al 80 zijn. En veel last hebben nog steeds van wat er toen is gebeurd. Met dat ze operaties moeten krijgen, dat ze kanker hebben. Dat er nog steeds misgeboortes komen. Ja, en dat als je nou weer kijkt wat er nu met de kernramp is gebeurd. Ja, dan gebeuren deze dingen straks weer opnieuw. Nu heb jij een oproep gedaan hè, van vouw allemaal 1000 kraanvogels. Hoe verloopt die actie tot nu toe? Op dit moment zijn er al meer dan 6000 vogeltjes gevouwen. Er zijn 5000 vogeltjes in en rondom het Sieprothuis in Leiden gevouwen. En ja, we gaan nu de actie uitbreiden. Zij wou het voor één dag en ik had zo van ja, we moeten dit gewoon veel groter maken. En hopelijk een Nederlandse actie worden. Dat scholen en vriendengroepen en mensen op persoonlijk vlak allemaal vogeltjes gaan vouwen. En je hoeft niet beslist 1000 vogeltjes te vouwen. Ik bedoel, als je 20 vouwt en ze opstuurt straks naar het adres waar je ze heen kunt sturen. Dan is het ook goed. Maar ik zou zeggen, iedereen moet zijn best doen om zoveel mogelijk vogeltjes te vouwen. Zodat we dat met elkaar naar Japan kunnen sturen. En dat de mensen ook zien. Hè. Ik bedoel, geld is mooi. Maar ik weet dat mensen in Japan het ook nog meer waarderen. Dat wij ze psychisch steunen. Dat we vogels houden. Want vogel in Japan is symbolisch ook heel groot. Alle kinderen op school vouwen ze ook. Ja, want dat is gelijk mijn volgende vraag. Want ik zag een reportage op het NOS-journaal waar men driftig aan het vouwen was, de vogels, daar in Leiden. Is het moeilijk? Het hoeft niet moeilijk te zijn. Maar op de website staat duidelijk een filmpje van hoe je wordt rustig uitgelegd hoe je de kraanvogel kunt vouwen. En is een vouwvoorbeeld die je uit kunt printen. En ja, als je dan met elkaar om de tafel gaat zitten, ja, dan moet je daaruit komen. He, voor mensen in Leeuwarden en omtrek, mochten ze wel belangstelling hebben, kunnen ze ook les krijgen. Maar dan moeten ze even via de Gmail op de website even contact nemen. Jij ja, hebt wat met vouwen, want ik kijk om me heen, allerlei vormen. Ja, klopt. Ik ben afgelopen 7 februari ben ik getrouwd met een Japanse. Eind mei ga ik weer naar Japan toe. Ik heb nu meer dan 1000 eigen ontwerpen, waarvan er 250 van de laatste 3 maanden. En de bedoeling is ook om in Japan origami boeken te gaan uitgeven. Maar nu ligt voorlopig even het speerpunt op de kraanvogels. Hoe meer, hoe beter tot slot? Absoluut, hoe meer hoe beter. Er zijn tot nu toe 5000 gevouwen. Nou, ik zou het fantastisch vinden als we dat kunnen verdubbelen of meer natuurlijk. Zodat je echt kan laten zien aan de mensen in Japan dat we hier ook echt met die mensen meeleven. Heel Leeuwarden, Friesland, Nederland aan het vouwen. Ik zou zeggen, kijk naar de website www.spelendnavrede.nl. Daar kun je het vouwvoorbeeld vinden en dan kun je ook nog meer informatie vinden over de stichting en over het Vredesproject en over wat we in Japan gaan doen. Marten Salen-Brouwer geeft nu een korte demonstratie hoe een kraanvogeltje gevouwen wordt. Nou, je hebt dus een vierkant papiertje, daar vouw je een driehoekje van. Vouw je nog een keer een driehoekje van. Zet je één driehoekje omhoog, die maak je open en die vouw je dicht. Draai hem om, vouw je hem nog een keer dicht. Dan heb je een vierkantje. De onderste kant is open. Die vouw je naar binnen toe. Vouw je de andere kant ook naar binnen toe. Draai je om. Herhaal je de stappen. Aan beide kanten. Dan heb je open. Dan vouw je de beentjes naar binnen. Dan vouw je hem omhoog. En het kopje. Aan beide kanten. En dan is je al klaar. Op de website wordt het rustig uitgelegd. Dit was Leeuwarden Actueel van maandag 21 maart 2011. Tot ziens!